Deze week gaan we helemaal kijken naar de zorg. Ja, want als er één veld is waar nieuwe ontdekkingen worden gedaan, nieuwe toekomsten worden gecreëerd, dan is dat wel de zorg. En niet alleen door grote multinationals, maar ook door start-ups en studenten. Ja, de verwachting is dat die zorg spectaculair gaat veranderen de komende jaren. Nou, op Prinsjesdag werd het ook wel weer duidelijk. De zorgkosten die lopen behoorlijk uit de klauwen. En dat betekent waarschijnlijk toch wel weer dat er weer bezuinigd moet worden. Laten we even kijken naar die zorgkosten. In 1990 gaven we omgerekend ruim 20 miljard euro uit aan onze zorg. Tien jaar later was dat al bijna 47 miljard euro. En vorig jaar verdubbelde die kosten bijna weer. In 2012 kostte de zorg ons bijna 93 miljard. En dat betekent dat we vorig jaar per persoon meer dan 5500 euro per persoon kwijt waren. Jim? Ja, en de minister zegt: Schippers, die zegt dat komt juist door al die technologie. Want dan willen we allemaal die scans en second opinions... Ja, het wordt er helemaal... Het, het, het nou heeft technologie te het weer gedaan. Ja, de technologie dat, heeft het weer gedaan. Ja, nee, dat is de wereld op zijn kop. We moeten juist blij zijn wat technologie ons allemaal heeft gebracht. He, dat, dat kan je niet ontkennen. Stel dus dat we nu in een tijdmachine zouden stappen... en dan tegen Anthony van Leeuwenhoek achter zijn microscoop... of meneer Röntgen zeggen van... nou, iets minder ambitieus alsjeblieft. Want misschien hebben we ooit een begrotingstekort. Ja, maar ik vind je verhaal prachtig, Jim. Maar dadelijk worden we 300 jaar oud. Ja, en dat is, dat is gewoon als maatschappij ook niet meer op te brengen, toch? We moeten toch dan ergens ook... een Punt zetten. Nee. nee, maar dat is dan een verdienste van die maatschappij. Het gaat om het goede leven, het gaat om goed oud worden, gezond oud worden. En technologie gaat ons daar echt bij helpen. Oké, okay, nou, Jim en ik komen er duidelijk niet helemaal uit met z'n tweeën. En dus vroegen we professor Maarten IJzerman. Hij is gezondheidseconoom van de universiteit, universiteit Twente. Of hij vindt dat de technologie de zorg nou duurder maakt. En hij zegt: nee, dat is niet zo. Als wij de zorg uh, leveren zoals we dat dertig jaar geleden, geleden deden, dan zou het bijna onbetaalbaar zijn met lange ziekenhuisopnames. Dus het verkorten van ziekenhuisopnames is een hele belangrijke innovatie. Soms kunnen we bepaalde operaties ook vervangen door gebruik te maken van technologie. En dat wordt bijvoorbeeld gebruikt bij iemand die een kraakbeen defect heeft, bijvoorbeeld een sportblessure. Slijtage ontstaat daar met alle gevolgen van dien, tot op bijvoorbeeld een prothese op hogere leeftijd. Dan zijn er dus ontwikkelingen waar je een kunstmatige techniek, stamcellen bijvoorbeeld, kan gebruiken of op kan kweken... En in de defecten in die knie kan brengen. En daarmee voorkom je een grotere ingreep, bijvoorbeeld met een, een knievervanging of een heupvervanging. Ja, ik, ik wil het niet zeggen, maar zie je nou wel, dankzij de technologie uh, is die, kien, die knie gerepareerd. Stamcellen in je knie. Ja. Ik bedoel, dat is, nog een, dat is nog ontzettend nieuw. Ik weet niet eens of ik het zelf zou durven trouwens, maar dat, dat is ook nog ontzettend kostbaar. Ja, dat is, dat is wel high-tech. Maar let op, als jij over twee jaar de keuze krijgt hè, door een arts en die zegt: Hella, je knie zo en zo. We kunnen het of high-tech doen met stamcellen, of we doen het zoals we drie jaar geleden deden: met een bordje en wat krukken. Wat wil ja. ik zeggen? Ja. Ja, dan, dan kies ik voor die high tech. Voor de niet. En dat doet iedereen. Iedereen wil de vooruitgang. Niemand gaat weer terug. Er is geen weg meer terug. Ja. Hoe ziet u dat eigenlijk? Moeten we alle technologische noviteiten omarmen? Of moeten we in tijden van crisis dat juist niet doen in verband met de kosten? Laat het ons weten via de hashtag Toekomstmakers.